De rode duurde even voordat je bij ons was. Er was het natuurlijk feest in de kleedkamer, maar, maar ook pizza. Zag ik dat nog goed? Ja, zeker. Uh, na de wedstrijd We hebben vandaag een goede wedstrijd gespeeld. Of tenminste, zakelijke overwinning gewoon. Dus ik denk dat we hem wel uh, verdiend hebben. Het geen goede wedstrijd. Als je zegt zakelijke overwinning, klinkt het alsof je niet zo tevreden was. Ja, het was eerder een, een smerige wedstrijd, denk ik. We hebben, we hebben gewoon de beuk erin gegooid. En we probeerden, we probeerden gewoon zoveel mogelijk tweede ballen te winnen en, uh, en effectief te zijn. En dat waren we dus. Ja. Eigenlijk uh, hebben we niet heel goed gevoetbald of zo, maar uh, ja, wel gewonnen. dus ja. Wel, eigenlijk het plan uitgevoerd zoals het was bedacht, of niet? Zeg dat, wel? Wel, dat wel, dat wel, dat zeker. En uh, Het geeft aan dat we een team hebben met heel veel discipline. En dat we mentaal zeer sterk zijn. En uh, dat is alleen maar mooi. Ja. ja die tweede goal die schoot hem natuurlijk in Veilige Haven. Wat een lekker hè. Ja, hij ging er lekker in. Ik zag hem al, uh, toen ik hem schoot, dacht ik al van. Uh, ja, dit gaat erin. Ik wilde hem eigenlijk eerst uh, diep steken. Maar toen dacht ik van. Uh, Ah, joh, je neemt een aantal beslissingen, hè? Uh, je draait, je kapt, draai je weer terug, uh, je geeft de bal nog een tikje. Gaat dat allemaal automatisch, of, of, of is het daar ook wel denkwerk bijna? Nee, is denk ik wel op gevoel, is, is veel op intuïtie. Je moet, je moet natuurlijk snel handelen, en uh, als je daar te veel bij gaat nadenken, dan, uh, ja, dan verlies je gewoon tijd. Dus ik denk dat het gewoon uh, vanzelf gaat. Ja, laatste vier wedstrijden, vier goals. Je bent het hele seizoen bij al helemaal vaste basisspeler. Eindelijk ja. eigenlijk zien we de, de Roy Duarte, waar ze bij Sparta al jaren over hebben, dat het in hem zit. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, 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 je spreekt mijn naam ook goed uit, <laughs> dus dat is belangrijk. Maar uh, ja, ik voel me fit. Uh, ik voel me goed. Uh, als je vertrouwen krijgt, dan kan dat heel veel met de speler doen. En uh, ik denk in het eerste jaar, eerder heb ik dat ook wel gekregen. Met pastoor en advocaat. Toen ging het op zich ook wel lekker. Maar uh, ja, dit jaar is het anders. Ook uh, goals en assists. Dus uh, dat is heel lekker, ja. ja. Heb je het vertrouwen gekregen? Of heb je het vertrouwen afgedwongen? Wat vind je? Uh, ik, heb je ik heb je trainer al gesproken. Uh, Een ja, combinatie van, denk ik. Maar ik denk ook dat ik het wel uh, voornamelijk heb afgedwongen. Uh, ja, ik kom natuurlijk wel, als je vorig jaar hebt gezien, kom ik best, van best wel ver. En uh, dan moet je gewoon je vertrouwen afdwingen en laten zien dat je, dat je in de basis wordt. En dat doe ik, denk ik. Ja, volgens mij zegt jouw trainer: je moet op zoek naar het goud. Ja, hij zegt. Uh, dus uh, ja, soms moet je gewoon gokken en hopen dat die bal daar komt en opportunistisch zijn. En uh, dat gaat steeds beter. Dankjewel. Alsjeblieft.